Ja, dat Nederland een geweldig resultaat heeft gehaald tegen Roemenië heb ik ook nog mijn best gedaan. Ik ben 11-6 gegaan, dus super blij mee. We gaan eventjes de resterende wedstrijden weggeven en dan gaan we de 11 wins rewards openen. Maar laten we even kijken naar het team waarmee ik het gedaan heb. Dit team heb ik hoofdzakelijk gebruikt. Torres hebben we erbij gekregen en Xavi hebben we erbij gekregen. Xavi pas laat bedacht van, oh ja, die had ik ook nog. Dus 7 wedstrijden meegespeeld en Torres 11 wedstrijden op mijn hoofd. 11 wedstrijden, 5 goals, 2 assists. Niet geweldig en ik vond de kaart ook niet echt super geweldig spelen. Dus ik denk dat Torres er weer uitgaat en dat we weer Thierry Henry in de spits gaan zetten. Want deze kaart, ja, 31 wedstrijden, 19 goals. En dat kwam ook voornamelijk doordat ik hem dus op een gegeven moment op links ging spelen. Dat had natuurlijk maar te maken met de cam. Maar ja, goed. Ik denk uiteindelijk dat Thierry Henry veel beter geschikt is om in de spits te spelen dan Torres. Dus we moeten even bedenken iets voor op de links buitenpositie. We hebben natuurlijk nog wel Simon staan. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Even kijken, past dat? Dat kan wel ten koste van één cam. Oh, de cam komt er weer bij. Oh, voor Theo. Nou, dus dit zou ook nog kunnen. En ik denk wel dat ik dat ga doen, eerlijk gezegd. Maar goed, super blij met het team. Xavi trouwens. Ik denk dat ik afscheid heb genomen van Saba. Xavi, ja, doet het super goed. En Marquisio, ja. Het is jammer dat hij geen upgrade meer krijgt. Want ik vind het wel een fijne kaart om te gebruiken. Maar uiteindelijk denk ik toch dat ik hier bijvoorbeeld een Vieira zou willen spelen of zo. Laten we kijken of we gaan pakken trouwens. Goed, op de rewards. Ik ben super blij dat we de 1350 XP erbij hebben gekregen. Want we komen echt nog veel XP tekort om de maximale seizoensvoortgang rewards te halen. Maar 1350 komt er erg goed van pas. Nou, ik ben benieuwd of we hier iets moois uit weten te krijgen. Doorgaans is dat natuurlijk niet het geval. Het zal me nieuw. Hier gaan we, de eerste. Goed, de club is al aardig vol, dus dat ik dubbele krijg, dat verbaast me helemaal niks. Maar nu nog iets hogers dan trend. Ik bedoel, het kan hoger toch? Het kan hoger. Of exact gelijk kan ook toch? Ja, perfect. Oké, de licht en trend gaan we even inleveren. We hebben de licht en trend ingeleverd en we gaan deze ook even claimen. Kijk eens eventjes. Toch nog wat voortgang gemaakt. Bernardo Silva. Ik weet niet of we deze kaart gaan gebruiken, maar ja, ik wil echt die hele seizoensvoorgang natuurlijk completen. Want er zitten echt nog een paar hele lijpe kaarten in. En dan, waar we het allemaal voor gedaan hebben. Oh, laat het de moeite waard geweest zijn. Een 96 plus kaart. Ik ga niet meteen vragen om een 97. Nou, waarom niet trouwens? 97 rated kaart, please. Nou, oké, komt u maar. Dit is geen 97 rated kaart. Nee, als je goed kijkt, dat is allemaal 94. Dit is een potje slecht, mensen. Het mag niet eens meekijken. Maakt niet uit. We doen net of we gewoon 9 wins rewards hebben. Zo voelt het nu ook wel een beetje. Dus zit hier dan een 97 rated kaart in? Nee, wel 96, maar die hebben we al. Ja, ik denk dat ik hem niet eens ga kiezen. Ja, ik zou hem misschien kunnen kiezen als we een of andere SPC aan het doen zijn. Maar dat zijn we ook niet, dus ik ga wel voor Ferguson. Oh, met frisse tegenzin. Oh mensen, dit is het niet waard geweest. Maar misschien dat er nog iets in de andere reward zit natuurlijk. Hebben we nog iets met doelstellingen te claimen? Hier natuurlijk. Oh, wacht, we hebben natuurlijk wel wat voorgang behaald. Wat is dit? 3 keer. Ja, weet je wat? Hup, gaan we ook wel doen. Waarom ook niet? En dit, ja, daar zijn we nog mee bezig. Dat claim ik wel tegelijkertijd. Wij hebben dus geen XP meer vrij te spelen, mensen. Hier baat het dus echt van. Kijk, we zitten pas op, nou, zo bijna 30.000. En dan moeten we nog, qua voortgang, ja, nog ruim 5.000. Dus ik weet niet wanneer de XP bij gaat komen. Maar ja, we moeten het echt hebben van squad battles, rivals en Weekend League. Maar ik weet niet zeker of we daarmee überhaupt gaan redden. Maar ik dacht dat op maandag altijd XP erbij kwam. Dus XP doelstellingen. Of op de donderdag. Nou, ik hoop dat op de donderdag dat het gaat zijn. Want ik heb het nodig. Ik wil die poeskas gewoon hebben. We gaan door naar de rewards. Nou, er zit ook heel veel onzin tussen. Dus dat gaan we allemaal skippen. We beginnen met de trade packs. Daar gaan we. Zeldzaam spelerspakket. Oké, okay, prima. Geen special card. Doen we niet moeilijk over. En de volgende. Ultimate pakket. Ah, oh, mensen. Ach, één keertje geluk hebben. Eén keer. One time. Laten we die pelen gewoon helemaal vergeten dat we die ooit trainen hebben gepakt. One time. Op dit account hebben we nog niet iets
duurs dat tradable is gepakt. Dus kom op. Gun, IE, gun. Of niet, gun niet. Nee, ik kan ook, tuurlijk. Duits, middenvelder, Kimmich, samen met Dix, top. Oké, het komt aan op dit pakket. Als hier geen special card in zit, dan gaan we de goede packs ook nog openmaken. Toppen er eentje packen die het wel waard is. Oké, daar gaan we. Oké, we gaan nog wat meer packs openmaken, begrijp ik. Wat is dit? Endler, samen met Nix. Ja, dan gaan we nu even op zoek naar een special card, mensen. Waar gaat die in zitten? Nou, in ieder geval daar kan die in zitten. Nou, daar gaan we gewoon mee beginnen. 3 keer 85 plus. Tradable. Nee, natuurlijk niet tradable. 3 keer 85 plus. Dan gaan we. Oh, ook niet. Ook geen special card. Heer Frans, CVM. Kante. En hij komt samen met Benzema. Met de licht. Weer de licht. Oh, de licht. Weer dubbel. Kante ook dubbel waarschijnlijk. Kante ook dubbel. Nou, die gaan we ook even inleveren. We hebben de dubbele ingeleverd. We gaan op zoek naar de betere packs om te openen. 1 zeldzaamste. Of is het allemaal maar 1? Wat is dit allemaal? Oké, 2, 5 keer. 5 keer 83 plus. Misschien dat we op een gegeven moment gewoon een pack moeten gaan kopen, mensen. Ik bedoel, met die coins gaan we toch niet echt meer iets doen. Nee, 10 keer 83 plus. Ook niet. Ook geen special. Ze hebben gewoon gehoord. Ze hebben gehoord en dachten, nee, we gaan niet meer gunnen. Je wilt packs kopen met coins? Prima, ga dat maar lekker doen. Tuurlijk is de kans heel klein dat we hier een special card uit gaan krijgen, maar toch. Het kan niet, blijkbaar. Oh, mensen, wat is er voor nodig? Op zouten. Die zouden we ook in kunnen leveren natuurlijk, maar. Oké, nog 1 keer dan. 83 plus. Ook niet. Oké, mensen, ik... Nee. Heb je hier nog iets tussen staan dat oké is? Nog 1. Oh, nog 2. Oké, nog 2 keer 83 plus. Als daar niks in zit, gaan we dan een van die speciale pakketten openen. Want ik zit er echt over te twijfelen. We gaan richting futties, mensen. Dus ik vind het ongelooflijk maar waar. Want ik dacht dat futties nog veel verder weg zou zijn. Maar blijkbaar in juli gaan we al naar futties. En als ik naar deze te kijken. 725.000 munten. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Maar je krijgt gegarandeerd een grootste voetballers-icon eruit. Één icon en gegarandeerd ook een grote voetballers-spelers-item, maar dan een normale. Dus 1 icon, ja goed. Nog 2 dagen 19 uur. Ja, ik denk dat we het gewoon gaan doen, deze video. We gaan het gewoon doen. Die coins kunnen we toch niet meenemen. 725.000 punten. 20 keer 85 of hoger. Waarvan 2 gegarandeerde 88 of hoger. Plus gegarandeerde 2 grote voetballers-spelers-items. Maar van 1 gegarandeerde icon. Oh mensen, ik hoop echt dat de lijp... Zullen we R3'en? Nee, we gaan hem gewoon openen. We gaan hem gewoon openen en we gaan zien welke icon eruit komt. Want het is gegarandeerd een icon die eruit komt. Dus daar gaan we. Oh mijn god mensen, dit is... Oh, ik vind het toch wel spannend. Oké, ik ga er even goed voor zitten. Daar gaan we. Oh, Xabi. Xabi Alonso. Oh mijn god, Xabi Alonso. Oh, met Müller. Oh, die zag ik niet aankomen. Nou, dat zijn wel 2 nieuwe icons dan. Oké, ik weet niet. Müller zal wel niet veel waard zijn, maar Müller ziet er nog wel oké uit trouwens. Dribbel oké. Schiet oké. Oh, ik ben wel benieuwd naar Müller eigenlijk. Is hij wat waard? En zit er... Oh, zo'n Brotte ook nog. Ja, die gaat niet meer om. Die gaat geen upgrade meer krijgen. Maar zo. Hé, en MP lachen. Nee, maar dus. Oké. Niet verkeerd. En Müller, is hij wat waard? Oh, valt mee. 3 ton maar. Oh, 3 ton. Oh, dat is echt weinig. Xabi is helemaal niks waard. En zo'n Brotte, is hij wat waard? Ziet er redelijk uit. Ook niet zoveel waard, lijkt mij. Nee. Maar goed. Ja, ik zit te denken van even ons geld eruit gehaald, maar dat is niet het geval. Goed, ik ga bijkomen van het openen van deze pack. 750.000 munten zijn er doorheen gegaan.
En ik denk niet echt dat we hebben gekregen waar we naar op zoek waren. Maar goed, het is wat het is. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik enorm waarderen. En dan spreken we weer bij de volgende. Of bij luisteren natuurlijk. Tot later.